Op veld 11 van Sportpark Haasbroek werd zaterdag de skielerbaan van IJsclub Zoeterwoude officieel geopend. Jullie hebben gezien dat drie van de vier van onze prominenten de opening verrichten. Riet Verdieme, een van onze oudste leden, Nederlands kampioen schoonrijden is geweest van de periode van 1989 tot dag 1994. Die zat op een karretje en werd voortgereden door Olin Verhoog. Dat is onze huidige clubtopper en vooral ook op skielergebied, ook op schaatsgebied. Maar met de skieler heeft ze afgelopen weekend nog meegedaan met de Europa Cup. Top 20 gereden van Europa tussen de senioren dames. Dus dan moet je wel wat in je mars hebben. En Jurrit Straathoff, voormalig Nederlands kampioenschap in de periode 1990-1994. Olin, jij hebt net de baan mogen openen. En hoe is dat? Ja, vet natuurlijk. Heel spectaculair was het met vuurwerk. En we stonden met drie generaties stonden we er. En ik vond het heel leuk om te doen. De voorzitter, we noemden jou tot het aankomende talent uit Zoeterwoude. Wat heb je daarvoor gedaan? Ja, ik heb een top 20 plek gereden op de lange afstand. En dat was vond ik wel een goede prestatie van mezelf. Nou, heeft Zoeterwoude eindelijk een skielerbaan? Ga je hier nou ook veel gebruik van maken? Ja, zeker. Ik train hier iedere week. En het is een kort baantje, dus is goed voor de bochten. En hoop dat ik hier nog beter kan worden. Waarom is een skielerbaan belangrijk voor Zoeterwoude? Ja, een skielerbaan is hartstikke belangrijk. Past ook heel goed in ons nieuwe beleid. Hè, dat we dubbel gebruik willen maken van de accommodaties en de sportvelden. Nou, 's winters kan je hier schaatsen als het gevroren heeft, hè, op een gewone ijsbaan. En de periode daaromheen kun je heerlijk hier skieleren, bijna het hele jaar door. Dus je kunt optimaal gebruik maken van de ruimte. En skieleren is natuurlijk een hartstikke mooie sport. Heel aanvullend op wat we al hebben aan aanbod. En we verwachten ervan dat steeds meer mensen gaan sporten. Dat het ook een aantrekkende werking heeft. En hier komen ook echte wedstrijden. In juli wordt er al een wedstrijd georganiseerd, de Zuid-Hollandse kampioenschap. En dan komen er misschien ook toppers. Dat inspireert weer jonge mensen die ook willen gaan skileren. Dus we zijn er hartstikke blij mee. We denken echt dat het heel veel impact gaat hebben op het sporten in Zoeterwoude.